1. Is er sprake van een gezagsverhouding? 2. Wat is de aard en de duur van de werkzaamheden? 3. Kun je zelf bepalen wat je werktijden en wat je werkwijze is? 4. Inbedding in de organisatie. De volgende. Persoonlijke uitvoering van het werk. 6. Wat is de contractuele verhouding? Hoe wordt de beloning bepaald? Loop jij commercieel risico? En tot slot, gedraag je je als ondernemer in het economisch verkeer? Ben jij ZZP'er of ben je schijnzelfstandige? Dat is een hele relevante vraag geworden, omdat de Belastingdienst gaat handhaven op schijnzelfstandigheid. In deze video leg ik uit waar de Belastingdienst op gaat letten en help ik je om problemen te voorkomen of je nou ZZP'er bent of ondernemer die met ZZP'ers werkt. Welkom bij CVD-TV. In deze video geen uitgebreid betoog over de discussie over waarom ze nou handhaven en de reden daarachter en het feit dat het allemaal nogal onduidelijk is. Ja, dat is het. Feit is dat de Belastingdienst gaat handhaven en de Belastingdienst die let daarbij op een aantal variabelen. En die neem ik met je door, zodat het voor jou als werkgever die met ZZP'ers werkt of voor jou als ZZP'er duidelijk wordt waar je op moet letten en of jij inderdaad ZZP'er bent of volgens de Belastingdienst schijnzelfstandige. De basis daarvan die wordt gevormd door de Deliveroo-uitspraak van de Hoge Raad. Je weet misschien nog wel een aantal jaar geleden Deliveroo in het nieuws, omdat volgens Deliveroo hun bezorgers ZZP'ers waren en volgens vakbond FNV waren ze in dienst. En uiteindelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan, ze waren in dienst. En die uitspraak van de Hoge Raad die vormt eigenlijk de basis van een reeks met punten waar de Belastingdienst op gaat letten bij het handhaven van schijnzelfstandigheid. Nou, wat zijn die punten? Ik zet ze in deze video voor je op een rijtje. Als de opdrachtgever bepaalt hoe je je werk moet doen, wanneer je dat moet doen, binnen welke tijden je dat moet doen. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, waar je als docent in een schoolsysteem komt en de school die bepaalt hoe laat je moet werken, hoe je je werk moet doen, welke methodes je moet doen. Daar heb je verder geen of weinig inbreng in. Dan is er sprake van een zogenaamde gezagsverhouding. En in dat geval is er sprake van schijnzelfstandigheid als je dat als ZZP'er doet. Een ander voorbeeld is dat je schilder bent en je werkt voor een schilderbedrijf. En dat schilderbedrijf heeft bepaalde materialen, die heeft bepaalde manieren van de verf aanbrengen en alle methoden en alle processen, die moet jij als ZZP'er precies zo uitvoeren in opdracht van dat schildersbedrijf. Dat is anders dan dat jij ZZP'er bent en je bent schilder en je werkt voor klanten, voor diverse klanten. En jij bepaalt zelf met welke verf je werkt, hoe laat je werkt, de manier waarop je werkt. Snap je het verschil? Dus bij de ene is er sprake van een gezagsverhouding en bij de tweede is dat niet. De eerste variabele waar de Belastingdienst op gaat letten. De tweede waar de Belastingdienst op let is de aard en de duur van de werkzaamheden. En dat heeft te maken met twee dingen. 1. Doe je het heel lang? En 2. Wat doe je precies? Ben jij een specialist die ergens binnen een organisatie naar binnen komt, bijvoorbeeld een fotograaf, en jij gaat voor een organisatie voor een project ga jij een serie foto's maken en daarna ben je weer weg, dan is dat heel duidelijk, dan ben je ZZP'er. Als jij echter hetzelfde werk doet als wat een hoop van de collega's bij de opdrachtgever ook doen en jij doet dat al een jaar of 2, 3 en je bent ingebed in de organisatie, soort van, dan ruikt dat weer meer naar schijnzelfstandigheid. Oftewel, kijk goed naar de aard en de duur van de werkzaamheden. Langer dan een jaar ergens zitten betekent al vrij snel dat je wat dat betreft in de gevarenzone komt. Het derde is zelf bepalen van werktijden en werkwijze. Ik leg dat net al een beetje uit aan de hand van de eerste variabele of er sprake is van een gezagsverhouding. Maar als jij zelf kan uitmaken hoe laat je werkt, en dat is natuurlijk een beetje, alles is ter discussie, hè? Want ik ben dagvoorzitter van beroep. Ik doe zakelijke congressen als ZZP'er. Ja, en natuurlijk bepaalt dan een opdrachtgever aan de hand van hoe laat de congres begint, hoe laat ik er moet zijn. Dus alles is relatief. Maar als in principe jij je eigen werktijden kan bepalen en je bent heel duidelijk qua werkwijze vrij, oftewel de manier waarop ik dagvoorzitterschappen uitvoer, daar ben ik vrij in. Het is niet zo dat ik een methodiek of zo van die organisatie moet volgen. Dus als jij de manier waarop je, hoe je werkt, zelf mag invullen aan de hand van je eigen vak, dan zijn dat variabelen waarbij je wat meer lijkt op ZZP'er. Terwijl als dat niet aanwezig is, dan neigt het naar schijnzelfstandigheid. De vierde regel is inbedding in de organisatie. Oftewel, ben jij bij een groot restaurant als ZZP'er als kok werkzaam, en er zijn ook nog andere koks en je doet dat al voor een langere tijd, dan is daar absoluut sprake van schijnzelfstandigheid. Als jij kok bent en jij werkt voor verschillende opdrachtgevers, jij werkt bijvoorbeeld als, weet ik veel, in de catering en je werkt voor verschillende projecten en daar voer jij als kok je specialiteit uit en daarna ben je weer weg, dan ben je niet ingebed in de organisatie en dan ben je heel duidelijk ZZP'er. En de vijfde is
Ben jij persoonlijk verplicht om het werk zelf uit te voeren? Als dat zo is, dan ben je in loondienst. En als je daar vrij in bent, dus als je eigenlijk zelf kan beslissen, ik kan iemand anders mijn werk laten doen, dan zit je meer aan de kant van de ZZP'er. Ook dit vind ik trouwens een discutabele. Want natuurlijk is dat vaak theoretisch anders dan de praktijk. En let wel, de handhaver, de Belastingdienst, die let op de praktijk. Die let dus op hoe de feitelijke situatie is. Niet, je kan een contract opstellen met een opdrachtgever waarin je alles heel mooi omschrijft. Maar als dat in de praktijk niet zo blijkt te werken, dan is dat hetgene waar de Belastingdienst op let. Maar in principe zeggen ze dat als jij wordt aangenomen voor een baan, dan ben jij de contractant en dan moet jij het werk uitvoeren. Terwijl als ZZP'er neem jij een opdracht aan en kun jij in principe zeggen, in mijn geval, ik ben dagvoorzitter, een week van tevoren blijkt dat ik niet kan, dat ik ziek ben of wat voor iets dan ook, dan kan ik in principe, of de opdrachtgever dat wil, is wat anders, maar dan kan ik een andere dagvoorzitter vragen om mijn taken uit te voeren en om die dag het congres als dagvoorzitter te verzorgen. En dan zit je in de hoek van ZZP-schap. Je denkt nu misschien wel van ja, je noemt nu verschillende punten, maar welke zijn nou doorslaggevend? Nou, dat zijn ze allemaal. Dus wat de Belastingdienst in feite doet, is ze allemaal op een rijtje zetten en ze vinken in feite gewoon alles af. En als jij de helft of meer in de schijnzelfstandige hoek zit, ja, dan moet je oppassen. Dus het gaat eigenlijk om al deze punten. We gaan door naar het volgende punt. De contractuele verhouding. Bij echte zelfstandigen zijn contracten vaak onderhandelbaar. Maar bij schijnzelfstandigen zijn ze vaak niet onderhandelbaar. Oftewel, je gaat bij een grote zorginstelling ga je werken als verpleegkundige. Alles is bepaald, de contracten zijn bepaald, hoe ze met verpleegkundigen omgaan. En er is geen ruimte voor onderhandeling om in dat contract dingen zelf te bepalen als ZZP'er. Als dat zo is, dan zit je in de hoek van schijnzelfstandigheid. Datzelfde geldt voor het volgende punt waar de Belastingdienst op gaat letten. En dat is, hoe wordt de beloning bepaald? Is het zo dat je ergens komt werken bij een organisatie en ze zeggen zo, ja jongens, dit zijn de contracten, dit zijn de uurtarieven en je kan voor 4 dagen of 5 dagen in de week aan de slag. Ja, dan zit je heel duidelijk ook weer in die gezagsverhouding natuurlijk. Hè? Maar dan ben je dan zit je in de hoek van schijnzelfstandigheid. Als het zo is dat jij over zowel contract als met name ook over uurtarief kan onderhandelen, en of dat nou uurtarief is of projectprijs of weet ik veel wat van afspraak je maakt, maar jij kan daarover onderhandelen, je kunt dat ook aantonen. Het is een vrije markt wat dat betreft. Dan zit jij in de hoek van de ZZP. En loop jij commercieel risico? Is het zo dat jij, als je de klus verkeerd doet, dat je niet betaald wordt? Of als je er niet bent, dat je niet betaald wordt? Als je op vakantie gaat of ziek bent, wordt er dan doorbetaald? Profiteer jij van de voordelen die een organisatie jou kan brengen? Of ben je echt die buitenstaander die voor eigen rekening en risico zijn of haar diensten aanbiedt? En dan hebben we er nog eentje en dat is wat ze noemen het gedrag in het economisch verkeer. Oftewel, gedraag jij je als ondernemer? Doe jij acquisitie? Heb je meerdere opdrachtgevers? Heb je een eigen website? Draag jij risico's voor het geval een klus wordt afgezegd bijvoorbeeld? Heb jij daarbij garanties? Of is het zo dat je eigenlijk half met de organisatie meedraait en je doet mee met de personeelsfeestjes en weet ik veel wat voor vergoedingen bij ziekte? Als dat allemaal aan de orde is, dan zit je in de schijnzelfstandige hoek. Maar als jij zelf risico draagt en je bent zelf economisch als ondernemer actief, dan zit je in de hoek van de ZZP'er. Ik kan me voorstellen dat het nog steeds voor jou discutabel is. Het blijft een complex verhaal. Daarom heb ik ook in de beschrijving onder deze video, en als je luistert naar de podcast waar ik hem ook zal publiceren, ook daar staat in de beschrijving, heb ik een aantal linkjes naar bronnen die heldere uitleg geven. Zoals ZZP Nederland. De overheid zelf heeft een ZZP ja-nee brochure uitgegeven die best wel wat concrete casussen vertelt. Waarmee je in ieder geval kan spiegelen of jij misschien zelf daartussen past. Dus ik heb in de beschrijving nog een heleboel meer links aangebracht om jou, zowel als ondernemer als je met ZZP'ers werkt, als je ZZP'er zelf bent, om daar wat meer in te verdiepen. Want de Belastingdienst gaat handhaven, zoals ik al zei. De 9 criteria waarop wordt gelet door de Belastingdienst. Even voor jou kort op een rijtje. 1. Is er sprake van een gezagsverhouding? Is het zo dat jouw werkgever kan bepalen wat, hoe en wanneer jij je werk doet? 2. Wat is de aard en de duur van de werkzaamheden? Ben je al een paar jaar actief voor 1 opdrachtgever? Is het zo dat je naast jou, dat er nog 10 collega's zijn die wel werken bij de organisatie, hetzelfde werk doen? 3. Kun je zelf bepalen wat je werktijden en wat je werkwijze is? Werk je met eigen materiaal? Heb je eigen spullen? Kun je zelf bepalen wanneer je werkt, hoe je werkt en de manier waarop je werkt? 4. Inbedding in de organisatie. Is het zo dat je eigenlijk een soort van collega bent van de rest van de organisatie? Ga je misschien zelfs wel mee op personeelsfeestjes? Sta je in het organigram vermeld? Is dat zo? Dan zit je aan de hoek van de schijnzelfstandigheid. De volgende.
persoonlijke uitvoering van het werk? Is het zo dat jij verplicht bent om persoonlijk het werk uit te voeren? Of is het zo dat jij als ZZP'er jezelf kan laten vervangen door iemand anders? 6. Wat is de contractuele verhouding? Is het zo dat er onderhandelingsruimte is in het contract, dat jij zelf dingen kan inbrengen omdat jij ZZP'er bent? Of is het zo dat je gewoon moet voldoen aan de standaardcontracten zoals die zijn opgesteld door de opdrachtgever? Hoe wordt de beloning bepaald? Is het zo dat je kan onderhandelen? Is het zo dat jij een uurtarief, een projectprijs hebt die jij zelf op basis van marktwaarde kan bepalen, dat je in onderhandeling gaat met opdrachtgevers? Of is het zo dat een opdrachtgever kan zeggen, nee hoor, we hebben gewoon standaardcontracten, standaardtarieven, take it or leave it en zo werken wij hier? En loop jij commercieel risico? Is het zo dat jij, als je de klus verkeerd doet, dat je niet betaald wordt? Of als je er niet bent, dat je niet betaald wordt? Als je op vakantie gaat of ziek bent, wordt er dan doorbetaald? Profiteer jij van de voordelen die een organisatie jou kan brengen? Of ben je echt die buitenstaander die voor eigen rekening en risico zijn of haar diensten aanbiedt? En tot slot, gedraag je je als ondernemer in het economisch verkeer? Heb je een website? Heb je meerdere klanten? Doe je aan marketing? Heb je je eigen contracten? Heb je je AOV geregeld? Heb je een aansprakelijkheidsverzekering? Allemaal zaken die je bepalen of jij schijnzelfstandige bent of een echte ZZP'er. Ik hoop dat het in ieder geval een beetje duidelijkheid heeft gegeven in hoe de Belastingdienst gaat handhaven en hoe zij gaan kijken naar de feitelijke situatie zoals die is. En ik hoop dat ik met deze video, met deze podcast, als je zit te luisteren, jou als opdrachtgever wellicht een beetje heb geholpen. Of als ben jij ZZP'er, dat ik je als ZZP'er verder heb geholpen. Onder deze video en onder deze podcast in de beschrijving vind je nog veel meer linkjes naar nuttige informatie als je nog meer wil weten over dit boeiende onderwerp. Voor nu, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Als ondernemerschap of ZZP'en jouw ding is, en ik heb dat nog helemaal niet verteld, abonneer je dan op CVD-TV. Je vindt daar meer dan 1300 gesprekken met ondernemers, ook met ZZP'ers. En ik deel regelmatig video's met tips en tricks voor ZZP'ers. Voor nu, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Hoi!